Oké, ik heb al een paar tips. Ik ben nu gewoon met de oude binnenband aan het testen. Die is voorlopig nog heel. En ja, één coole tip was hier blijkbaar kunnen met de andere kant van het tube die core verwijderen zodat de lucht er gemakkelijk uitkomt. Waar is het tube daar? Dus een ander tip was van zeepwater te gebruiken, heb ik ook gedaan. Welke kant van het ijzer dat je voor wat moet gebruiken? Ze zijn erover eens dat dit de kant is voor hem eraf te halen. Deze kant raden ze aan om erop te lepelen om je binnenband niet te schenden. Maar ik zie er veel met deze kant ook bezig, dus. Maar volgens mij, kijk, is het al aan het lukken met mijn hiel gewoon. Van die daarop te. Dus genoeg zeep. Ja, kijk, genoeg zeep. En hup. Ik heb daar wel een paar keer mijn ijzer gebruikt. Dus ik kan hem altijd stuk gemaakt hebben. Ik denk dat het gelukt is. Dit is gewoon. Wacht, mijn pomp die lost zo wat. Ja, hoor je stel. Ja, mag er terug op ze. Ja, en de truc. De truc was dus eigenlijk gewoon mijn motorbot aan doen, hè, voor die band er gewoon bijna zonder ijzers op te leggen. Voilà, die hangt er alweer aan. Ja, ik moet er nu nog maar twee doen. Dat staat erop, dat is gewoon voor de vuilbuittuin zeker. De bout erop. Ik heb een werkplaatshandleiding. Wat grappig is, als je daar dan in kijkt, dan staat daar nergens op hoeveel Newton dat dingen moeten vastgezet worden. Daar staat gewoon van draai tot het vastzit. Echt letterlijk. En soms staat er zelf draai tot het vastzit en geeft nog twee slagen met de hamer. Geen zever. Echt zo'n dingen zijn dat. Maar ik ben aan het denken eigenlijk. Ik heb het op video, maar volgens mij heeft mijn zesjarige dochter die losgedraaid. Hè? Dus ja, zoveel moment zal het er niet op gezeten hebben, dus eigenlijk. Ja, een nieuwe dag, vol goede moed begonnen. Ik zal als ik dus ben aan de voorste begonnen, is opgekrikt. Ik ga het eerst keer hiermee proberen. Ja, oké, het deed wel iets, maar kijk, het is een andere kant dat ik moet opdraaien. Nu is ze eruit aan het komen. Ja, ik loop dus echt letterlijk met mijn botten zo rond. En met mijn hielen duw ik hem eraf. Aan twee kanten. Dan mijn velgenbeschermers. Nu ben ik gewoon de buitenband aan het afhalen. En nu gebruik ik die kant van de lepel om die band daarover te tillen. Ja, nu ben ik, dus de nieuwe band ligt erop. Ik ben de nieuwe binnenband er ook tussen aan het duwen nu. Dat is een uitdaging, zeggen ze allemaal, van dat tube daarin te krijgen eigenlijk. Maar er bestaan wel, hoe noem het? Ja, koordjes met een dopje dat je erop draait en dat je dan het koordje erdoor steekt en zo kunt geleiden. Ja, oké. Zie hem zitten daar. Moet er daarin. Maar kijk, ik heb een tube, ik heb er een gat in geboord. Ik ga er dat touwtje doorsteken. En dan kan ik dat touwtje erdoor steken, erop draaien en hem er zo doorgeleiden, denk ik. Kijk, er zit er een tube op. Als dit lukt. Hoppa. Ja, ik had een beetje moeten geleiden nog, maar ik heb nu tenminste een richting om naartoe te gaan. Kun je het zien? Dus ik kan het niet filmen, maar geloof me, het gaat lukken. Ja, zit er door. Het zit nog een beetje schuin, maar het gaat zo biedt wel goed komen. Dus nu ga ik opnieuw terug inzepen en met mijn voeten er weer oplopen. Maar het is belangrijk dus dat je, als je hem erover duwt, dus dat de andere kant in het diepste punt hier, in dat punt van de vel ligt. En dat je aan die kant de overkant van het ventiel, dat je daar begint. Ja, juist. Dat spreekt eigenlijk wel wat voor zich.
Maar een belangrijke tip was ook van zo weinig mogelijk uw ijzers gebruiken als uw band erop ligt. Want ja, alle keren dat je ijzers gebruikt, loop je natuurlijk het risico dat je je binnenband doorprikt. Kijk even om te tonen dat het echt lukt zonder ijzers. Ik ga dit kijken, zo snel. Kijk, dat is nu echt puur met mijn hielen. Ziet, heb. Is erover ze. En nu oppompt, dan komt hij op de goede plek te liggen. Ja, nu ga ik met de 80 is dat denk ik. Ja, gewoon die binnenkant opschuren en dan de remschoen zelf ook opschuren. Maar ik ga sowieso ook nieuwe bestellen. Zo, want ik zeg het, hier en daar zie je zelf, kijk, je ziet zelf hier en daar dat hij eigenlijk al op de bevestigingspunten aan het slijten is. Dus dat. Plus ja, die afstelling gaat volgens mij gefixt zijn als ik er nieuwe op steek. Ja, nieuw vet op de as. De as er terug door. En dat was het dus. Dus zo was los. Dus zo is het vast. Het is eigenlijk omgekeerd in draad gewoon. Ja, er is iemand ongeduldig om te vertrekken. Maar ik ga naar schist. Dus ik heb mijn voorwiel heb ik nu ook gedaan. Mijn achterwiel nog niet. Oei, allemaal modder. Ik ga nu nog schist mijn diff. Dus ik ga er voorlopig. Dat is gewoon 80 weet 90 moet je hebben. Olie. Dus lekker dik. En ik ga er nu gewoon. Er moet eigenlijk maar 100 milliliter in, dus ik ga er echt gewoon een scheutje bij doen. Het is nog niet. Ik kan het nog aflezen op de pijlstok. Dus het staat natuurlijk wel niet op maximum niveau, maar ik kan het nog altijd aflezen op de pijlstok. Dus ik zou waarschijnlijk zo kunnen rijden. Maar Stella heeft liever dat ik. Ze zei: het gaat straks regenen. En ze heeft liever dat ik voor de zekerheid toch een klein beetje bij. Ja, mama zei dat het ging regenen en jij zei dat je liever hebt dat ik toch een beetje bijvul, dat we zeker niet in pannen vallen, hè? En ik zei tegen jou. Ja, maar je hebt gelijk, je kunt beter zeker zijn. Dus ik zal het even snel bijvullen. Dat is rap gedaan ook. We zijn klaar om te vertrekken, het kraantje is net opengezet. Shock ga ik niet nodig hebben met dit weer. Ik ga eerst heel voorzichtig de oprit op. En dan ga ik proberen starten. Ik ga direct de elektrische starten. Ja, oké. Ja. Even kijken hoe dat vertrekt. Dankjewel. Wil je even vasthouden? Bijna.